Ik heb altijd gewoon gezegd, of hij of ik ziek worden, dan, nee, we zorgen elkaar gewoon. Oh, ik vind het heerlijk hoor, om zo lekker vrij te zitten. Dat ze de hele dag thuis is en niet meer met tegenzin naar in zijn thuis zit. Twee families, twee heel verschillende verhalen, maar het idee is hetzelfde. Niet naar een verpleeghuis of verzorgingstehuis, maar thuis blijven. Peter Veenstra uit Pernis heeft de spierziekte ALS. Zijn spraak is daardoor aangetast. Als ik nu praat, verstaat ik mezelf niet eens. En daarom leidt zijn vrouw Marian ons rond. Nou, dit is op zich de woonkamer. Nou, dat is de keuken. Nou, dan in principe stopte 2 maanden geleden hier het huis, had je een schuifpui en een mooi balkon. En daar hebben ze nu de zorgunit aan vastgemaakt. De zorgkamer kostte familie Veenstra €77 per maand, een bijdrage naar inkomen. Een flinke verbouwing was nodig, zo moest het pas geplaatste balkon van het huis af. Het is niet fijn, maar ik heb dan toch liever mijn man in huis als een balkon. Ik bedoel, ik kom toch wel, dan ga ik bij de buurvrouw zitten, bij wijze van spreken. Nee, is niet belangrijk. Ook Peter besteedt zijn laatste dagen het liefst thuis. Ik moet er niet aan denken dat je dit alleen zou moeten doen. De ouders van Karin Roosendaal uit Spijk wonen in een mantelzorgwoning in de tuin. De moeder van Karin kwam in een verpleeghuis terecht na een aantal hartinfarcten. Mijn moeder heeft, hoe lang heb je daar gezeten? Ik denk toch bijna wel een half jaar bij elkaar, alles bij elkaar. En dan is het wel elke dag 2 keer op en neer rijden om daar naartoe te gaan. En niet iedereen doet dat misschien, maar ja, wij wel. En dat is best wel een belasting. En ook dan iedere keer het weer naar huis moeten gaan en je moeder daar achter te moeten laten. Die nog heel goed beseft wat er aan de hand is. En dat vond ik het gewoon zielig. Ook de vader van Karin was niet blij met het verpleeghuis. Maar hij vond het moeilijk om bij zijn dochter te komen wonen. Ja, dat is toch een stuk van de vrijheid kwijt zijn. Dat vindt u erg voor uw dochter? Ja. Maar zij vindt het juist ook prettig. Ja, dat weet ik maar. Ik vond het maar moeilijk. Dit huisje kostte familie Veenstra €155.000. Een goedkopere oplossing dan het verpleeghuis. Steeds meer Nederlanders gaan over op deze manier van zorg verlenen. Dat merkt ook het bedrijf dat de kamers en huizen plaatst. Waar we een aantal tijdje geleden op 3 per week zaten, zitten we nu op 10 per week. Die zich bij ons melden. En dat komt door 2 dingen. Enerzijds dat mensen zeggen van ja, we willen dat verpleeghuis niet in. De kranten berichten van dat er überhaupt veel verpleeghuizen gesloten gaan worden. En anderzijds toch ook de financiële eigen bijdrage. Dat je ziet dat het kabinet een aantal maatregelen al heeft doorgevoerd, maar ook nog een aantal in de planning heeft zitten. Om mensen steeds meer te zeggen van ja, je moet voor je eigen dag helemaal zelf gaan zorgen. De ouders van Karin wonen nu 1 jaar in de tuin. Ik vind het echt fijn. Wat vindt u er fijn aan? Nou, die kinderen lopen al elke dag gewoon binnen bij je. Ik weet niet, dat is zo leuk. Een bijkomend voordeel, de kleinkinderen. Ja, leuk en handig. Wat is daar handig aan? Nou, als mama dan moet werken, hoeven we alleen maar een stukje te lopen om naar opa en oma te kunnen gaan.